Steven de Petter, na een kwartier had de wedstrijd eigenlijk al gespeeld kunnen zijn. Ik denk het wel. En dat is uiteindelijk ons zuur opgebroken. Dat we in de eerste helft de wedstrijd niet in een beslissende plooi leggen. En dan bekoop je de tweede helft met een doelpunt van hen. In de eerste helft werd ook goed gevoetbald, goed uitgevoetbald? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we echt de bovenhand hadden. En dat we zeker een doelpuntje verdienden en ook de mogelijkheden hadden. Maar in het voetbal komen het erop aan kansen afwerken. En dat hebben we niet gedaan. En dat is slecht afgelopen vandaag. Ja. Dan die tweede helft. Zeer slecht, hè? Al van het slechtste wat er dit seizoen te zien geweest is. Ik denk dat we gewoon snel een tegendoelpunt krijgen. En dan gaan we iets te overhaast, denk ik, naar die gelijkmaker op zoek. En dan gaan we vooruit lopen en soms wel uit positie. En daardoor zijn ze heel gevaarlijk op tegenaanval. Dan kan je die druk niet op hun helft aanhouden. En dan moet je altijd terug. En nee, dat was niet... Eigenaardig dat je dat niet kan keren dan, hè? Ja, daar moeten we even over praten toch in de groep. En kijken dat de volgende wedstrijd iets beter loopt. Union verbaasde mij dan in die tweede helft. Goed voetballen, goed uitvoetballen, technisch sterk ook. Ja, dat wisten we. Ik denk dat we snedig daarom ook aan de wedstrijd begonnen. Omdat we wisten dat ze heel wat kwaliteiten hebben. En dat hebben ze ook getoond. Maar niet tegenstaande, ik denk dat wij in de eerste helft wat aan onszelf te wijten hebben dat we deze wedstrijd niet winnen. Ga je dat meedragen nog nu naar KV Mechelen? Ja, dat gaan we woensdag zien, maar het is zak van zo snel mogelijk de hoofden vrij te maken. Ik denk dat het positief is dat snel woensdag is terug een nieuwe wedstrijd. Dus laat ons er vol tegenaan gaan en op naar woensdag.